altijd dicht bij de president zijn. We moeten hebben privilege op zaken. We zien altijd de privileges die ze hun leven veranderen. Maar familie van mij changer. Hun families veranderen. Maar kan maar de changer. Hun vrienden veranderen. Dat wat nieuws was ook comprend. Iedereen begrijpt. Que papa Jean. Dat papa Jules. A travers avec le président. Samenwerkt met de president. Papa Jean. Papa Jules. Avant de rappeler le président. Is dicht bij de president. Pourquoi? Waarom? Parce que vie n'a changé. Want zijn leven is. Parce que à tout moment, à zap permet le président. Want op elk moment is hij dicht bij. Pourquoi ça permet le président? Omdat hij dicht bij de president. Le président dit que jamais n'a été kan de president hem niet. Dus zoals hij in Makolo. Als hij met benen was. Il faut comme la mituka. Dan moet hij in de auto. Zoals hij in locataire. Als hij een huurder. Il faut comme la bandaku. Moet hij een eigenaar worden? Pourquoi? Waarom? Parce qu'à ce moment, n'a pas aimé la présidente. Omdat hij dicht bij de koning. Als wereldse mensen dit doen. We zijn lobby van Koufa. Die morgen zullen sterven. Bongo Zambo ya Lola. Hoe zit dat met de God van de hemel? Zambo ya Bomoy. De levende God. Is à cause de la montée na vino pe na vina. Kan hij dat niet doen in jouw leven of mijn leven? Zo die Shak van de zoom en de presence na je. Als wij altijd in zijn aanwezigheid zijn. Alleluia. Amen. Mark 11, 24. Marcus 11, 24? Ja. 24. Markus 11, 24. C'est pourquoi je vous dis. Il y a des English man. Yango. Pourquoi pas tout sépela? Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis. That is, so I tell you. Tout ce que vous demanderez en prière. To ask for things in prayer. Croyez. And if you believe. Que vous l'avez reçu. That you have received those things. Et vous l'avez et vous les verrez s'accomplir. Then they will be yours. Wana mutu tazolo. Dat is niet iemand die zomaar spreekt. Maar God die de hemel en aarde heeft gemaakt. Hij verzekert de discipelen. Daarom vertel ik jullie. Nios. Alles. Niet een deel. Alles. Dat jullie zullen vragen. Door middel van gebed. Bondima. Jullie moeten geloven. Dat jullie hebben ontvangen. En dat zullen jullie het waar zien komen. Jezus zou teken naar Bethanie. Jezus komt van Bethanië. Il a fallu qu'il aille à Jérusalem. Hij moest naar Jeruzalem gaan. Vous avez dit Jésus avait 100% homme et 100% moto. Hij was 100% goddelijk en 100% menselijk. Et tant que moto. Als mens zijn. Dan zullen we maar komen naar Jeruzalem. Op de onderweg naar Jeruzalem. Hij ook in Zala. Hij kreeg honger. Nzala pende zuye. Hij kreeg echt honger. Na liboso. En vooraan. Amon inzete. Als eerste zat hij. Op een zat hij inzete manga. Pas naar de manga. Mito inzete papaya. Of papaya. Mais c'est là qu'il s'est Ya paipe toma, parce que nous étions fiques. Donc, par exemple, ya paipe. Mais il n'était pas saison. Il s'est dit saison pour nous étions et nous avons mis à Golia. Il n'était pas la saison de bon vlucht. Jésus a poussé. Jésus est comme dit. Tu m'as dit dans la. Il avait honger. Il a fallu lire. Il moest eten. Atali. Il keek. Nous étions et nous avons fruit. Et il n'y avait geen vrucht aan de boom. Et Pessie Kanda. Il avait boos. Il a quitté nous étions dans ma bête. Hij had de boom vervloekt. Hij zei, yo. Hij zei, jij. Niemand zal een vrucht eten van deze boom. Maar kennen we naar Jeruzalem? En ze gingen naar Jeruzalem. Maar stel maar, kijk eens aan. Ze deden wat ze wilden doen. Daar niet gezongen. Toen ze terugkeerden. Maar kom in de plaats van. Waren ze op de plek? Maar de discipelen was ze souvenir. De discipelen zijn herinnerden ze. Rabbi, maître, rabbi. Ze zijn de meester. Telang zette oyo lakela kimabe. Kijk de boom die u heeft vervloekt. En kauki. Hij is uitgedroogd. Donc, ik kan aussi bango. Ze waren verbaasd. Jezus ten aantal van toen Jezus naar hen gaf hij hun advies. Hij begon te spreken over geloof. Als jullie geloof hebben. En jullie niet twijfelen. Je kan tegen Mozes zeggen vertrek en het zal. Maar hij ging door. Wat mij raakte. Dat je moet. C'est pourquoi je vous dis.
Daarom zeg ik jullie. Hij verzekerde de discipelen. Toen hij zag dat ze verbaasd waren. Ze waren verbaasd hoe deze boven. Jezus keek naar hen. Hij zei, alles wat jullie zullen vragen door middel van gebed. Als jullie niet twijfelen. En geloof hebben. Zullen jullie het ontvangen. En het waar zien komen. Toen ik bad. Na sendi. Vroeg, als ik geloof, als ik geloof heb, de ontvanging, en zal ik het zien, waar komen? Kokokisama, waar komen? Et dépend sur l'ensemble. Dat hangt van God af. Et kokokisama sur place. En kan gelijk. Et kokokisama après des mois. Na twee maanden. Et kokokisama après des jours. Na dagen. Et kokokisama après années. Na jaren. Mais problème n'est ça. Maar mijn probleem is. Na bondela. Moet bidden. Zo naar bondeli. Als ik bid. Nyosho kosenga. Alles wat ik zou vragen. Met geloof. Nzambe opesanga. God zal het me geven. Pena komonango. En ik zal het zien. Et kokokisama. Dat het waar is. We be prier. Het gebed. Is een force moko extraordinaire. Heeft een bovennatuurlijke kracht. Le koloba chrétien tout sa conscience. Wanneer wij ze begrijpen. Ja, force ou is een prière. De kracht van het gebed. Ma vie n'a plus qu'au changer. Onze levens zullen veranderen. Ma famille n'a plus qu'au changer. Onze familie zullen veranderen. Même l'église qu'au changer. Zelfs gemeenten zullen veranderen. Parce que nous sommes à la prière. Want alles wat in gebed zit. Puissance ensemble. De kracht van God. Is dat een prière? Is in gebed. Prière. Gebed. Et ça permet. Staat toe comme on a manifestation dat wij de uitvoering van de goddelijkheid in ons leven zullen zien. Gebed. Ils ont permet. Laat zien comme on a intervention ensemble. Dat wij de interventie et rien ensemble quitta. Dat het koninkrijk van God zal pas waar problemen zijn. Waar problemen zijn. Et puis changement et quota. Zal er verandering komen. Prier. Gebed. Ils ont longo la tenue mais c'est là qu'ils ont quota lumière. Help de het donker weg en brengt licht. Nanzela prière. Door middel van gebed. Maar biloko zela kite ezo zala. Dingen die niet waren ontstaan. Nanzela prière. Door middel van gebed. Maar biloko zela die kolozo kite nasé. Dingen die boven waren komen naar beneden. Prière. Gebed. Ezo permettre ngana yo. Staat toe dat je. Tokote na contact. In contact raken. Avec gouverneur à l'univers. Met de hoogste generaal. Parce que gouverneur à l'univers est ensemble. Want dat is God. Sans la prière. Zonder het gebed. Kan je niet in contact raken met God. Mensen die problemen hebben in hun leven. Zij veranderden hun leven door middel van het gebed. Er zijn zoveel problemen in deze wereld. Wij mensen hebben zoveel problemen. Maar we stellen vragen. Is er iets wat een oplossing kan brengen? Ja. Er is een oplossing. Van Marcus 11, 24. Alles wat jullie zullen vragen door middel van God. Geloof. Dat jullie het hebben ontvangen. En dat jullie zullen zien waar. Wat voor probleem jij ook hebt. Ik weet iets dat de Bijbel mij geeft. Als sleutel. Comme solution. Als oplossing. Prière. Het gebed. Et dan zo bonde là. Als ik bid. Heb ik quel que soit problème. Weet ik dat wat voor probleem God zal naar beneden komen. Voor Asala. Om te werken. Want hij zei tegen me over dat ik zou vragen. In het midden van een gebed. Ik moet geloof hebben. Ik heb het ontvangen. En ik zal het waar zien komen. Als jij problemen hebt. Als ik problemen heb. Als wij problemen hebben. Het begint niet vandaag. Het is vroeger. Alle mensen van de Bijbel. Zij hadden problemen. We zagen Isaac. Dan Abali Rebecca. Toen hij getrouwd was met Rebecca. Voor 40 jaar was er geen kind. Rebecca. Zij dacht dat Isaac kinderen had. Hij kon menacer Isaac. Zij ging aan aanvallen. Abi pesa na moi. Zij geeft mij een kind. Pesa na moi. Geef mij een kind. Isaac heeft misschien. Isaac zei. Is niet met Rebecca gebaan. Ben je geen drie kinderen? Maar een jour. Maar één dag. Isaac is revolteerd. Isaac. La Bible est claire. La Bible est lobby. De Bijbel zegt. Isaac a bondé les panza. Hij bad tot God. Dan a bondé les panza. Toen hij had gebeden. Zamba fongole les colo. Had God de hemel geopend. A pesa Rebecca moi. En gaf Rebecca een kind. Ceux qui vivent Isaac et Chantal sont moi. Als het leven van Isaac van kinderen krijgen. Was dat omdat hij had gebeden tot God. Toen hij had gebeden. De hemel hoorde. En gaf hem kinderen. Alleen het gebed kan alle situaties op de wereld veranderen. Alle problemen die wij zien in onze families. In families kunnen ze beschuldigen. Maar prier.
Maar het gebed. Et quand le mot de la condamnation. Ze kunnen de beschuldiging weghalen door het middel van gebed. Het gebed kan jou een andere richting opwijzen. Als jij arm geboren bent. En je vandaag ook sterft als arm. Is dat onze eigen schuld? Weet je waarom? Want de Bijbel zegt tegen ons in Mark. Alles wat jij zou vragen door middel van gebed. Nandima. Je moet geloven. Dat je hebt dat je het waar zou zijn. Als ik zie dat mijn familie vervloekt is. Als ik doorga met leven. Dat betekent dat ik er zelf als ik weet dat mijn familie arm is. En ik blijf arm leven. Dan ben ik er zelf oké mee. Want de Bijbel. Heeft mij een sleutel. Heeft mij een weg gegeven. Hoe kan ik mijn leven veranderen? Hoe kan jij je leven? Comment conseiller si tu as toute histoire à famille? Hoe kan jij je situatie of je leven veranderen? Prier. Het gebed. Verander mensen verhalen. Prier. Het gebed. Histoire vie à famille. Verander het verhaal van. Même Christ. Zelfs Christus. Tel hebt dat met de disciples. Toen hij met de discipelen was. Hij vertelde hen niet hoe ze moesten prediken. Maar de Bijbel zegt. Jezus. Hij sprak met hoe ze moesten bidden. Maar het enige wat hij vertelde hoe ze moesten bidden. Christus wist. Alles zit in het gebed. Want door het gebed kan je in contact raken met de onzichtbare wereld. Door het gebed. Kan je dichter bij God komen? God leren kennen. En God leert jou ook. Priez ook permet. En gebed staat. Nzambe a révélé les choses qui cachent. Dat God jou de verborgen dingen zal openbaren. Zelfs om bescherming te krijgen van God. Moet jij iemand vol gebed zijn. Voordat God je vriend wordt. En moet jij iemand vol gebed zijn. Daarom wist Jezus. Een dag wanneer de discipelen aan het bidden waren. Maar mijn discipelen Jezus. Maar ook ik heb de discipelen jamais zo bonden. De discipelen waren aan het bidden. Zij hoorden de discipelen, dus zij begonnen met. Zij kwamen naar Jezus. Vader, meester, laat ons zien hoe je moet bidden. Jezus toonde hen hoe ze moesten bidden. Waarom deed Jezus dit? Want Jezus zelf, zijn eigen leven, was vol gebed als mens zijnde. Hij was God. Hij had geen gebed nodig. Want hij had alles al gecreëerd met zijn eigen woorden. Hij had bovennatuurlijke kracht. Maar als mens zijnde. Als mens zijnde bad hij elke dag. Het is om ons iets te leren. Wij zullen morgen. Onze leven moet een leven vol. Voordat jij en ik kunnen. In deze wereld. Alle situaties waar we mee kunnen maken. Moeten wij iemand, een mens van gebed zijn. Niet alleen in de gemeente. Maar moet je hele leven zijn. Ja, dat is zo zeng die zegt erbij. Prier sans cesse. Daarom zegt Thessalonicenzen 5:17, bid onophoudelijk. Het leven van alle kinderen van God. Moet een leven vol gebed zijn. De dingen die zij tegenkwamen. De situaties die zij tegenkwamen. Ze hadden het alleen overwonnen. Als jij bidt. Zal ik jou vertellen. Dan zal ik je hoe je morgen zal. Zeg maar zo die naar sincerité die keer. Alleen als je oprecht bent. Parce que prier is het difficile pour nous tema pena sincérité na primus magana monoko. Een gebed kan een oprecht gebed zijn als het uit je hart komt, maar kan ook. Parce que prier yango moet go déterminer fin lobby. Dat is wat jouw leven vastlegt. Nio solo mo posa. Alles wat jij wilt. Yana kata prier. Zit in het gebed. Zleki sakata ming na prier. Dus bid veel. Sola kaming na nzambe. Spreek veel met God. Als jij veel spreekt met God. Zul je veel dingen op de wereld begrijpen. De wereld waarin we leven. Is een leven waarvan de spirituele dingen.
om deze wereld te overwinnen. Om de demonen van deze wereld te overwinnen. Jij moet ook spiritueel zijn. Ondanks dat je fysiek ook aan deze persoon moet je ook spiritueel zijn. Om deze spirituele te bewaren, moet jij iemand van gebed zijn. Je moet iemand van gebed zijn. Ik bid, ik vraag u. Prier is la vie, dat gebed ons leven is. We moeten het gebed boven alles zetten. Wees meer in contact met God dan met andere mensen. Want alles wat je nodig hebt, zit bij God. Om het te ontvangen, il faut moet je bidden. Als je niet bidt, kun je het niet ontvangen. Want God is bereid. Want maar hij heeft oren gemaakt. Is om te luisteren. Asala misu. Hij heeft ogen gemaakt. Is dat pas monaka? Om te zien. Asala monoko. Hij heeft de mond gemaakt. Is dat pona allo maga tobi soto allo maga libo sonaye? Is zodat wij kunnen spreken. De monoko apesi misu. De mond die hij ons. Nzamba yebaki. God wist. Is dat wat de potomet aan masolo? Is het alleen om te praten? Maar is dat potos sola gana ya tu mama? Is met om met hem te spreken op elk moment. Prier. Het gebed. Is dat ko yebi sanzambe? Is God vertellen? Ba emotion nanga. Your emoties. Ba sentiment nanga. Je gevoelens. Ma faiblesse nanga. Zwakheid. Ma problème na sala ngo e pai na ye. De problemen die je hebt, die vertel je aan. Prier. Gebed. Is ook permettre nga. Satu. Na senga e pa nzambe. Om hulp te vragen aan God. Is ook permettre nga. Satu. Na senga solution ba problème na sala ngo. Om een oplossing te vragen. Is ook permettre nga. Satu. Na senga protection. Om bescherming te vragen. Na fin nga. In jouw leven. Na famille. In je familie. Ton entourage. In je omgeving. Of in de gemeente. Dat is wat het gebed is. Maar toen heb ik prier is praten met God. Mensen zeggen heel vaak, gebed is praten met God. Oui, tant que je sois wanneer je praat met God. Is dat maar ozo tel is maar promo oza nango. Je vertelt hem de problemen die je hebt. Door prier simplement. Gebed. Yango ezo sera et tout mon manifestation ya puissance et ya royaume en nzambe na vie na biso. Door het gebed zien wij de kracht van God in onze leven. Sommige die overwinnen de puissance to, la puissance to, la puissance van royaume en nzambe to ya nzambe. Als jij de kracht van God van zijn goddelijkheid in jouw leven wilt. Ezaka na nzela moko. Is het dat kan maar door middel van één manier. Ezaka na nzela prier. Door middel van gebed. Prier. Gebed. Et change ta circonstance. Verandert omstandigheden. Prier. Gebed. Et change ta situation. Verander de situatie. Prier. Gebed. Et longolaka malheur. Houd ongeluk weg. Hij brengt goede prier. Gebed. Kan jou ergens brengen waar mensen je niet hadden verwacht. Prier. Hij kan jou en anderen verbazen. Veel mensen zijn verbaasd in hun leven door het prier. Mensen leven zijn veranderd door het prier. Mensen leven die nutteloos waren hebben. Alleen een gebed kan dat doen. Ons probleem is. Waarom bidden? Amen. Amen. Waarom bidden? Oui, prier voor de Swaranzaam. Ja, je moet spreken met God. Prier zo sterk dat je toch moet naar de boeken zagen. Door het gebed zien we de hand van God. Nee, poen die gosambel. Maar waarom? Poen die gosambel. Waarom? Pourquoi la gosambel? Waarom bid ik? Pourquoi ga voor de sambel? Waarom moet ik bidden? Pourquoi je zou willen dat discipelen niets boosheid aan zijn bondeli? Waarom zei tegen Jezus alles wat jullie door middel van gebed zullen? Boos aan God, die maar boos jango. Jullie moeten geloven. Pie boem moet aan God komen. Jullie zullen het zien waar komen. Alleluia. Toujours prier les bosso. We bidden eerst. Pour toujours la secourir na ba besoin na biso. Om onze behoeftes te voldoen. Toujours prier. We bidden. Pour toujours kende na troon ya nzambe. Om naar de troon van God te gaan. Hebreeën 14, 16. Hebreeën 14, 16. Oui, je compte la Bible, approchez-vous de la troon de la grâce de Dieu, si je ne me trompe pas. Hebreeën 4, 16, pardon. Approchons-nous donc avec assurance du trône et de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce aux
les êtres secourir dans nos besoins. Ah, baby, approchez-nous avec assurance. Ze zeggen, ga vrijmoedig naar de troon van God. Na troon ya grâce ensemble. De troon van de genade van God. Afin que tous soient miséricordes, tous soient encore. Zodat jullie genade kunnen ontvangen. Ben tous la secourir naar besoin naar om hulp te krijgen. De prière. Dus het gebed. Is ook permettre bisson. Sta toe. De contact. Om in contact te raken. Na troon ya nzambe. Met de troon van God. Prière is ook permettre bisson. Door het gebed. Tous soient miséricordes makambo tous anango. Zodat wij hulp krijgen voor ons gevallen. Prière is ook permettre bisson. Door het gebed. Tous soient solution na problème otoko sanango. Zullen we een oplossing ontvangen voor ons. Nanzela prière dit tous soient miséricordes. Door middel van het gebed krijgen. Nanzela prière dit tous soient solution. En krijgen wij oplossingen. Nanzela prière dit tous soient troon na nzambe. En gaan we dichter bij naar de troon van God. Sans la prière. Zonder het gebed. Is dat impossible pour toi pousser la troon ensemble? Is het onmogelijk om dichter bij God te komen? Pour la troon ensemble, nous c'est ça. Want in de troon van God is alles. Miséricorde. De hulp. Solution. Oplossing. Deliverance. Bevrijding. Nous c'est vraiment pour ça. Alles wat jij nodig hebt. In de troon ensemble. Is in de troon van God. Mais pour le coup de la om daar te komen. Faut qu'on te prier. Je moet door middel van gebed. Alléluia. Amen. Dus ook continuer. We gaan door. Pourquoi prier? Waarom bidden? B. B. Prière. Het gebed. Et donc, c'est là que ma cambola est changée. Zorg voor verandering. Donc, prière est donc transformée par situation. Het verandert situaties. Donc, mon exemple en acte 12. Handelingen 12. Bibelobie. De Bijbel zegt. Pierre zegt naar prière. Petrus was in de gevangenis. Petrus, succes avec ma castra de l'église. Er was een grote strijd in de gevangenis. Herodes hebben ook bom op chrétien. Herodes vermoorde christenen. Hebben ook bom op de l'église. Hij was de kerk aan het aanvallen. Is dat jouw toekomst op mijn Jacques? Hij had Jacob vermoord. Pierre a tient la prison. En dat Petrus in de gevangenis. Zo dan had Pierre in de prison. Toen hij Petrus in de gevangenis. Place wat zit Pierre? Waar zit Petrus dan? Na kibo moto. Menselijk. Pour nous monter dans la ville. Om naar buiten te kijken. Et impossible. En het was onmogelijk. Et but wat zit Pierre in de prison? Het doel. Après la guerre, il n'a comment pas bomaye. So, hij was aan het wachten op één ding. Hij was aan het wachten tot de dag dat ze hem zouden vermoorden. De gemeente kende de kracht van het gebed. Terwijl hij in de gevangenis was. Hij was aan het wachten tot ze vermoorden. De Bijbel zei. L'église. De gemeente. Was aan het bidden voor Peter. Toen God dit hoorde. Stuurde hij een engel. Om naar de gevangenis te gaan. A libéré Pierre na katapisa. En Petrus bevrijdde van de gevangenis. Pierre was de kok aan de chaîne. Hij was vastgebonden. Mais tant ange aille. Maar toen de engel kwam. Bachel et katan. Waren de ketting verbroken. Ange hebben ze Pierre. De engel zei tegen Petrus. Laat dat manto. Doe je jas uit. Abi zo manto. Pak je jas. Laat dat sentier. Doe je riemel. Laat dat sandal. Doe je sandalen aan. Landanga. Volg me. Mais pour Pierre à vivre le bloc wana. Voordat deze dingen kon gebeuren, Petrus zijn leven. Il a fallu l'église et tombe mongongo. Moest de gemeente bidden. À cause de prière. Door een gebed. Pierre a su intervention dans ta prison. Was er een interventie voor Petrus in de gevangenis? Prière est une force beaucoup extraordinaire. Amen. Het gebed heeft een bovennatuurlijke kracht. Et quand la mission même nous combattre. Het gaat zo ver. Donc puis nous continuons de kemi tina baza, tina luosi, tina bandu nous partout na kisa ekeyi. Hij kan overal in Afrika gaan. Pour prière c'est la force mo extraordinaire. Maar dat is de bovennatuurlijke kracht. Babi ba arme auto zan auto zo bunda. De kracht die aan het vechten zijn. Et ça tellement puissant. Zijn zo sterk. Pour nous boucler même ma forteresse. Om zelfs. Ma forteresse pour boucler ma prison à Samabele. Om zelfs gevangenissen onder de grond te vernietigen. Oui, mais forteresse ma prison est à Samabele. Dat zijn gevangenissen die onder de grond zijn. Mais Bible le dit. Maar de Bijbel zegt. Prière est une force pour nous boucler ma prison à Samabele. Gebed heeft de kracht om zelfs die gevangenis te breken. Zie je dat? Begrijp je nu de kracht? Petrus was alleen aan het wachten op de dood. Ondanks hij Petrus was. Maar de aanval die hij had ontvangen. Hij was teleurgesteld. Hij was van hoop. Hij was aan het wachten. Maar de gemeente stond op. En ze begonnen te wachten. Ze reden niet van interesse. En daardoor stuurde God een engel. En had Petrus gestorven. Als de gemeente niet had gebeden. Was Petrus gestorven in de gevangenis. God doet zulke bovennatuurlijke dingen in gebed. Wat voor probleem jij ook hebt. Ik vertel je. Er is één oplossing. God.
Door middel van gebed. Zo gebonden. Als jij bidt. Nzamba heeft een solution. De God die oplossingen geeft. Hij zal je een oplossing geven. Dan denk je papa Shi. We luisteren naar de getuigenis van Jezus in Kinshasa. Alleluia. Amen. Ninga ratik na makamba zala kinango. Hoe hij het net. Poison van malade. Hij had bijna last van gehad. Als hij terug is gekomen. Zeker koos, ja, prier. Komt dat door het gebed? Prier is een force mogo extraordinaire. Het gebed heeft zo'n bovennatuurlijke kracht. Is dat puissant met mijn armen, Amerikaan? Het is sterker dan het leger van Amerika. Zo dus ook kan man, die van meken, maar zo panzerie tot de tweede formatie. Ze gewoon prier is een force collega bij elkaar te. We zijn verbaasd over het leger van Amerika en Syrië, maar het gebed is nog sterker dan dat. Zo kiezen we voor een muur om mond naar elkaar te gaan prier. Als God je ogen opent en je ziet wat er gebeurt, dan is het gebed. Zie bimba, we moeten zo naar leven. Libanda, oboyango. Je zal niet meer weg willen gaan. God wil niet dat we te hoogmoedig worden. Als God ons alles laat zien en jij niet oppast, dan zal God je afwijzen. Alleluia. Maar prier is een force. Maar het gebed heeft kracht. Maar prier et transforme situatie. Hij verandert situaties. Pierre zat in de prison. Petrus was in de gevangenis. Toen ze hadden gebeden. Pierre had mis naar prison. Ging Peter zeggen door het gebed. Si ça passé, 6 jaar geleden. Dan zeg je niet moet te kafte moet die existe. God bestaat. Toen gaan we naar Zambia. Amen.